Hallo tweelingen, januari tijdenskamp van 2021. Wil jij nog je affirmatie hebben voor de maand januari? Kijk even nog naar de maandreading van januari en dan kom je dan alweer terug. Of kijk eind van de maand, want jullie weten, ik ben een beetje te vroeg. Of soms te laat, ja, kan ook, het is waar je staat. Als je mij niet eerder hebt gezien, dan krijg je 5 kaarten. Je krijgt een orakelkaart voor het thema januari. Hè, als thema bedoel ik. 2 tarotkaarten voor jou, 2 tarotkaarten voor de overkant. En dan gaan we kijken waar we staan. En dan wil ik jullie wat verder helpen. Want familia, serieus. Ik ben al natuurlijk een tijdje aan het klagen. En ik heb het ook al aangegeven dat we iets samen allemaal moeten gaan doen. Maar vandaag wil ik jullie echt op jullie hart drukken op januari 2021. Niet te veel terugkijken naar de gebeurtenissen van anderen of van jezelf. Weet je, verhindert jezelf. Als je te veel terugkijkt, kan je niet naar de toekomst kijken. Je bent alleen maar blijven hangen in dat wat er was. En als ik te ver zit, hè, tweeling, als het dan niet zo is, misschien is dat wat je wel ervaart of het persoon waar je mee bent, want dat merk ik. Weet je, je kan niet zo goed, of je wil de toekomst in, of je gaat de toekomst, maar iets is er die jou te veel laat terugkijken naar dat wat er was. Laat het. En weet je, lukt het je echt niet? Weet je wel, vraag om hulp, praat met mensen. Blijf niet hangen als kapitein Haak, dat is voor de maagden. Hè? Weet je nog, broer, zus, dat doen de maagden wel. Jij hebt een andere, jij hebt wat andere. Ik zorg dat jullie kunnen een koudere hart hebben dan de maagd weer. Maar de maagd is wel weer wat suffer. Kom naar buiten, kijk naar de toekomst. Dat wat er is gebeurd, gaan we toch niet kunnen veranderen, dat weet je. Of misschien dat wat er aankomt, want jullie zijn altijd te vroeg. Kun je nu ook niks meer doen? Geef het aan God en kom naar buiten. En als je soms dat allemaal niet kan loslaten, want misschien heb je een downloading gehad, net als een mafkees, net als ik. Want ik ben soms zo verwaard door alle downloading, ik weet niet wat er is. Ik denk dat jullie dat ook wel hebben. En onbewust ga je terugkijken van, nou kijk, het was zo en dan wordt het zo. Je bent een soort van aan het puzzelen. Maar puzzel denk ik liefst niet. Ga gewoon de toekomst in met al dat kennis. Ja, het is gebeurd. Ze zijn vervelend. Het waren heel vervelend. De wereld gaat zich alle kanten op. Maar jij hebt controle. Yes, let's go voor de kaarten. Zijn jou. Deze blijft hangen dus. Ying energie. Kijk, ying en yang. Geweldig. Voor jullie, de onderste kaart. Ik had het toch echt wel geschud net. Ga ik het nooit nog een keer doen. Het mannelijke en het vrouwelijke in balans brengen, jongens. That's it, that's all. En dan zal ik al zeggen, misschien heb je iemand nodig om je daarmee te helpen. Just ask. Tijd voor een deurtje. Zie je, je maakt je druk. Over dat wat er was. Of iemand zegt dat tegen je. Kijk eens, het zou toch flexibeler zijn. Let's go. De 2 kaarten voor jou. Wauw, die valt al gelijk. Want die wil wegvallen. Oké. Okay. Deze. Dan gaan we naar de overkant. Overkant. Oh, oh. Overkant houdt van u. God houdt van jou als je vrijgezel bent dan. Zeg ik. Nadenken. 3 drieën toen ik het zei. Nadenken. Met alle intelligentie, alle talen wat jullie kunnen spreken. Alles wat jullie kunnen. Hè? Een maagd is positief jaloers op dat wat een tweeling kan gewoon zo luchtig van maken. Pak hem, die talent. Doe het. Een arcana voor jou. I know. Ja? Broertjes en zusjes. Peetvaders noem ik jullie en peetmoeders. We know that you know. Ja, we know. Everybody knows. Ja, want jullie hebben 2 zielen. Dat is sowieso. En jullie zijn van Mercurius. We know. Maar kom mengen. Dat is niet onze probleem met jullie. Wij willen gewoon dat jullie dan de intuïtie aan ons komen vertellen. Dat wat je ziet. Dat vervelende gebeurtenis. Wat er was. Wat dat... Kom het aan ons vertellen. Online, privé, op bezoek. Het zijn jou bellen. Maak contact. Jongens. En laat het ons weten. Want kijk eens allemaal. Breng het allemaal op aarde. Kijk eens allemaal aarde. Kijk eens. Dan kun je bouwen. Kun je anderen voeden en jezelf. Maar de perfectionisme, is dat het? Is dat het waarom dit de probleem is? Dat je het perfect, of je wilt het perfect, iedereen luistert. Alles wat perfect is, is dood. Toch? Dat weten jullie ook. Als je het zuiver vertelt aan de rest, dan lost het zich allemaal op.
Wees gewoon, kom op aarde, op aardse manier, heel lief. Tell us, we need to know. We wachten erop. Voed ons. En voed jezelf zodat je kan gaan bouwen. Ja? En neem voldoende slaap, want het is niet omdat je tijd voor een dutje. Nee, jij denkt dat je mag gaan slapen in je onderbaan. Kijk, dat is het gewoon. En dan hebben we nog de 24e, 6. Ben je daaraan het herinneren hoe leuk het daarboven was, maar je woont hier beneden? Oké, dan heb ik jullie op jullie kop gegeven. Want alle tweelingen vrienden van mij kennen mij. Je weet, ik ga helemaal los op jullie. Ik hou zoveel van jullie. Ik heb jullie nodig altijd. Wil ik een advies, ga ik naar een tweeling of naar een vis. Die helpen mij weer verder. Maar kom dan ook naar mij, tweeling. Zodat ik jou weer verder kan helpen. Dat is het. Ja, de overkant. Die hoopt. Die vindt je misschien een superster. Die ziet het gewoon. Je bent het ook misschien een superster, hè? Tweeling van deze kant. Maar dan heb je het verborgen. Ja? Ja. En, diegene of die dan bij je staat, of God, die hoopt zo graag dat je dit doet. Kijk, met al je hebben en houden. Neem je poesjes mee, je dieren. Iedereen vindt het leuk. Maar kom. Kom naar beneden. Degene, de overkant, hoopt er zo op. En die houdt zoveel van je. Iedereen. Alleen, maar jullie moeten dan zo tegen ons. Kijk, heel mijn neusje. Je moet het dan weer zo doen. Kijk. Laat ons liefde zien. Laat zien dat jullie van ons houden en van de wereld. Verberg het niet. Neem het niet mee naar je slaapkamer en zo. En dan weet niemand het. En dan wil ik jullie natuurlijk aan het pesten. Jullie zijn van de tweeling, ziel, kaarten. Jullie zijn de lovers. En dat is wat wij van jullie willen. Kijk eens, dit willen wij van jullie. Ik zeg het namens heel de piep, piep wereld van jullie. Want ik... Ja? Oké. Dan heb ik het tegen jullie gezegd. Yes, treed naar buiten. Ik hou van jullie. Gedraag je en laat die vervelende gebeurtenissen. Nog een keer, laat die vervelende... Laat het. Ja, en sta op. Bye bye, je hebt al genoeg geslapen. Ik hou van jullie. Nog eentje. Bye bye.